Yo mix, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Default Class Moab. In deze serie moet ik natuurlijk een Moab halen met de Default Classes van Modern Warfare 3. En dat houdt in dat we dit wapen, de G36C, nog moeten uittesten. Vind ik deze serie een leuk mens, random natuurlijk sowieso kaart op lijkt nog, dat helpt mij enorm. En deze class, om hiermee de Moab te halen, gaat echt heel erg moeilijk worden. Want je hebt twee primary wapens. Dat is de... Dit is echt een grote kutclass. Dat is de G36C met een PP90 M1 op een secondary. Alleen de G36C, je hebt een red dot sight en een grenade launcher erop. Oftewel, je hebt er helemaal niks aan. En de PP90 M1 heeft helemaal niks erop. Oftewel, je hebt er ook helemaal niks aan. Dus de twee wapens die je hebt met deze class slaan allebei echt gewoon een pure stront. Oftewel, je hebt er allebei de wapens helemaal niks. Oftewel, er zitten drie fucking campers in het midden van de map. Oftewel, we gaan hier nooit een mob mee halen. Maar we moeten natuurlijk het wapen wel even uittesten. We moeten de class wel even uittesten. Maar ik denk dat het hiermee zo goed als onmogelijk gaat worden. Want er staan echt poepdingen aan namelijk. En what the f... Oh, ik word gesiefoord. Oké, tanks. Dus... ik denk dat deze class sowieso gaat afvallen. Maar voordat we dat zeker kunnen zeggen, moet ik hem wel even uittesten. Kijk hoe lang zijn we Swiss. Wacht, hoe lang duurt het? 1, 2, 3. 3 seconden voordat je een ander wapen hebt. 3 seconden. Als een enemy voor je staat en ik wil mijn andere wapen pakken, dan moet ik dus 3 seconden wachten voordat ik kan schieten. Oftewel, in die 3 seconden ben ik al lang, maar ook echt al lang dood. Ja, dat vind ik ook, hè, Duitser. Oh, kak. Er zitten er 2 naast me. GG. GG, jongens. Als ik hiermee hem ophaal, gaat het moeilijkste mol worden. Ik denk dat we echt... of we moeten de UMP pakken of de strijker. Dat zijn allebei de wapens waarmee het nog mogelijk is, maar de rest van de wapens gewoon niet. Gewoon niet. Dus de UMP of de strijker shotgun. Dat zijn de enige twee classes die we eigenlijk kunnen gebruiken hierbij. De rest gaat gewoon niet lukken, jongens. What the fuck? Ik sta keihard op een headglitch, man. Ik dacht ik ga keihard op die headglitch staan. Oh, wauw, hij mist hem eigenlijk. Oh, waar is die helikopter? Daar. Nu. Doei. Sorry, ik heb even geen zin in een helikopter, jongens. Dus even op die manier. Ik had die Predator toch gekregen van een enemy, dus... dan gooi ik hem even op die helikopter, want dan heb ik daar geen last meer van. Namelijk. Maar hiermee... dit is, kijk hoe slom ik ook loop, man. Er staat helemaal niks goed staan op deze class. Er staat helemaal niks. Teammate, je zag hem gewoon op de minimap, hè, waar hij stond. Nou ja, blijkbaar zag mijn teammate dat niet, anders had hij hem wel gekild, maar... loop ik tegen mijn teammate aan. En die teammate gaat ook nog dood. Oh, jongens. Kan ik niet ooit één keer op mijn teammates kunnen rekenen? Gewoon één keer dat mijn teammate even iets goeds doet, weet je wel? Dat je op hem kan rekenen. Dat je gewoon weet dat je teammate die vent killt. Er zit er een boven die buis. En je mag er vanaf komen, jongen. Te zien je staan namelijk. Hij is er vanaf. Er komt er nu een daar en eentje via links. Prachtige granaat. Oh kut, ik moet hier weg. Ik lag niet te campen hoor, jongens. Nee, vast en zeker niet. Ik stond, ja, niet stil, niet te campen of zo, niks aan de hand. Zo, we hebben care packers. Woo! Hij zit daar, man. Ik kan hem alleen niet killen. Kak. Kak, ah, dan komt hij via de andere kant. Nee, joh, dit is echt een kutclass. Ik kan er heel veel op zeggen, jongens, maar dit is echt een kutclass. Wauw, dit ding zuigt. Ik kan hier wel campen, maar ik kan verder helemaal niks, man. Auw, ik wil helemaal niet campen ook. Ik wil de kaart op afrennen, maar ik kan hier niet mee. Dit ding zuigt. Dit is wel een klein beetje ook. Fuck, er komt een enemy aan terwijl ik naar mijn care packs doe. Oeps. Sorry dat ik aan het campen was, vriend, maar ik... ja, ik moet wel. Oh, en dan krijg ik een A6 over, serieus. Fucking hell, er staat toch geen quicksroll. Hoe lang duurt het om in te zoomen? 1,5 seconde ongeveer, denk ik. Jongen, jongen, dat schiet toch niet op, man. Mijn A6 is gewoon uit de lucht geknald, gewoon ook. Kan ik dit ding niet gewoon noobsoepen? Oké, prachtige noobsoep, Jan. Oh. Jongens, het was te proberen, daar hou ik het op. Ik word gewoon voor het eerst niet geraakt door de helikopter omdat ik geen eerste sta. Woo! Ja, teammate schiet dat ding uit de lucht.
Oké, we hebben twee streak. We hebben bijna de mohawk. Fucking hell, jongen! Oh, deze Clash zuigt hard. Het gaat echt niet met deze... er staat geen kliks erop. Dit kan niet. Je kan hem niet met deze Clash halen, ik zweer het je. Dit is een onmogelijke opgave om hiermee mohawk te halen. Behalve als je echt 20 jaar oefent. Oké, dan kan het nog wel, maar... We hebben geen 20 jaar, we hebben... Een zo kort mogelijk aantal aan afleveringen. En het is, kan ik je garanderen, geen 20 jaar. Ik snap niet waarom Call of Duty nooit een goede clash maakt als een standaard clash. Ze maken altijd dit soort poepdingen waar je gewoon helemaal niks aan hebt. Je krijgt nooit serieus een assist. Je krijgt nooit die chills van Call of Duty. Fucking hell, hé. Zo. Ah, mijn UAV! Mijn UAV! Nee! Nee, mijn UAV! We hebben ook een noobtube. We hebben een noobtube. Niet meer. UAV! Tio, die voor je. Ah, oh, mijn teammate heeft mijn UAV gestolen. Hey vriend, ik had dat niks gegeven was, maar je kan echt... Oh, kut, Predator. Oh, kak, ik heb geen quickdraw. Kakzooi, en die Predator ging ook nog eens op mijn kop, jongen. Jongen, dit... je moet echt quickdraw hebben op deze clash, jongen. Het is heel erg makkelijk om... om te beslissen. Zonder quickdraw ga je sowieso meteen mee dood. Oh, oh, kak. Ik sta 26 om 18. Oh, we gaan dat dit potje verliezen ook als zo doorgaan. Boom. Als het goed zitten er hier nog meer. Oh nee, mijn teammate zit er al. Noobtube. Het duurt ook gewoon fucking 4 seconden of zo voordat ik die noobtube vast heb vanaf het andere wapen. Oh, ik zit vast, teammate, rot op! Oh my god, ik zat vast. Mijn teammate die stond naast me te rijden. Jongens. Dit gaat me niet worden. Oh, hitmarker, jammer. Het is, het was een poging tot, alleen... Het gaat hem nooit van mijn hele leven worden. Oh, kak. Is er een links van, man, hier. Waar is die nou naartoe? Alsjeblieft hoor, de sentry gun is kapot. Ik herhaal. De sentry gun is kapot. En nu, jongens, we staan achter, hè? Even zonder grap. Als nou even iemand die vlag oppakt, alsjeblieft. Ik ga dit niet verliezen met deze kutclash. Jongens, we gaan dit nog verliezen ook. Kom op, nee! Are you kidding me? Nu heb ik nog verloren ook! Oké, dat maakt het dus uit, jongens, dat deze clash afvalt. Het is echt een kut clash. Dan maakt het dat we een mob moeten halen met deze clash, de UMP 45. Of met deze clash, de strijker. Dus die twee zijn de enige twee die we kunnen gaan gebruiken. De rest valt allemaal af. Daar kunnen we gewoon geen mob mee halen, omdat de clashes echt gewoon te slecht zijn. Maar we hebben ze wel uitgetest. Alleen de Brett heb ik niet uitgetest. Maar ja, op de Brett clash staat geen quickdraw. Dus die clash valt sowieso af. Dus we gaan kijken natuurlijk wat we vanaf kunnen gaan brengen. Vind je deze aflevering nou leuk? Ram natuurlijk sowieso kaart op die like knop. Vind je deze zin nou leuk? Ram natuurlijk sowieso kaart op die like knop. En dan gaan we vanaf de volgende aflevering echt proberen om die mob op te halen. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet de video niet te liken voor meer. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. Bye bye.